Hondenfrisbee? Ja? Nou, dokter, hondenfrisbee. En je vraagt het zo. Hondenfrisbee? Ja, wat denk je wat erop staat? Ik maak een mededeling. Goedemiddag guys, een hele goede middag. Ja. Het is vandaag dan weliswaar 12 november 2019. Maar ik heb voor jullie een hele leuke knutselvlog online. Die dus hierna komt. Die heb ik al een hele tijd terug opgenomen. Die is gedateerd op 15/7/2019. Ja, het is dus in de lente gemaakt. Maar ik wens jullie wel heel veel kijkplezier gewenst. Frisbee. Hondenfrisbee? Ja? Nou, dokter. Hondenfrisbee. En je vraagt het zo. Hondenfrisbee? Ja. Wat denk je wat erop staat? Ik maak een mededeling. Oh, een mededeling? Ja, voor de mensen thuis. Oh, een hondenfrisbee. En waar hebben die gehaald? Bij de? Bij de AC-tiel. Action. En we worden er niet voor gesponsord. Dat is jammer. Deze hebben we ook gehaald bij de Action. Ja, dat is gewoon een krukje, tafeltje, weet ik het. Een stoeldecoratie, een krukje inderdaad. Oké. Hier heb ik lijm. Ja, voor je lijmpistool. Dat is nu aan het opwarmen zo te zien. Yep. Mag ik voor jou nog even een A4'tje? Dan kan ik even. Oh nee. Kijk ook eens even wat er. Ik even iets meer. Oké. Waarom? Dan kan ik even wat meer lijn erop doen. En dan kan ik zo doen. Dan kan het zo meteen in één keer hierdoor op. En waarom ik dat doe, mensen, ik heb in de keuken heb ik al een verouderde versie. Daar staat dus een ijzeren kandelaar en die is aan de onderkant open. En wat krijg ik dan? Allemaal roestplekken op mijn aanrechtblad. En dit is al van staal, roest, weet ik veel hoe ik dat moet benoemen. RVS? Ja, RVS ook niet. Maar ik ga dus hier dus lijm omheen doen, zodat het dus een mooi anti-slip is. En zodat het dus, het komt sowieso in aanraking met water, maar dan gaat het dus niet roesten. En dan komt dit dus zo meteen zo erbovenop. En dan kun je dus allemaal, zoals afwasmiddel, et cetera, schuursponsje, et cetera, kun je erop zetten. Dat zometeen. Even kijken hoe ver we zijn met de warm. Mooi. Is dat afwasmiddel, et cetera, schuursponsjes uit de weg in het droge? Yep. Oké. Okay. Ga je eerst de onderkant lijmen of eerst dat dingetje erop lijmen? Dat wil dus niet wat ik wil. Je ziet het allemaal zo lekker op YouTube dat het goed gaat. Maar bij mij dus niet. Ik kan niet meteen weten die lijm erop spuiten. Ja, dat was ik ook al wel van plan om dit zo te zien. Dus dat ga ik ook doen. Ik denk, nou, dat werkt. Maar dat werkt dus niet. Daarom heb ik ook mijn extra lijn.
pootjes nou helemaal inwikkelen in die lijm? Of? Yep. Oké. Okay. Dat is wel een bedoeling, ja. Dat was nog niet afgekoeld. En nou, eigenlijk moet je even wachten. Maar ik ben slim. Ik ben altijd heel slim, zeg ik zelf. De laatste rij, dat is mooi. Video. Je gelijk daar al kunnen doen. Hoi, ja. Ze konden mij natuurlijk dus niet kunnen vinden. Nee, hij is wel een stukje lager. Maar dit is de oude. Dit is dus de nieuwe. Dat is wel mooier, die nieuwe. Compacter. Kijk. Ik kan deze dus. Kijk, mensen. Nieuw. Dat bedoel ik. Dus die gaat de micro in. Kijk hoe mooi die is. Zal ik toch een foto maken zo? Kijk. Ik vind hem eigenlijk nog een leuke ruk. Nee. Zeker. Nou, zoals jullie dus hebben kunnen zien, hebben jullie een hele mooie knutselvlog mogen en kunnen bewonderen. En ik hoop dat jullie er ook wat aan hebben gehad. Vinden jullie deze kleine videootje vlog nou leuk? Ik zou zeggen, reageer dan even hieronder. Doe vooral dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet dan niet te abonneren en doe ook vooral het belletje aan, want dan blijf je gewoon sowieso op de hoogte. Dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer maar weer. Hey, doei!